Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag spelen we terug Train Fever. De vorige keer zijn we hier gebleven en zoals je ziet zijn er echt heel veel passagiers hier. Dus er zijn gewoon 16 mensen aan het wachten voor één tram. Tram is zo Nederlands, zo Hollands, dan snap je. Deze video wou ik transport gaan doen. Dus dan wou ik transportketens gaan maken. Ik wou eerst wel nog iets anders doen. En dat is proberen om de trein twee sporen te laten gebruiken. Dat was echt een hele bevalling om dat te zeggen. Die twee stoplichtjes mogen ook blijven. En hier moeten er wel een paar dingen veranderen. Dus uiteindelijk komt de trein dan weer... ik weet niet op welk spoor hij komt. Het rechtse spoor komt hij. Oké, mooi. Oké, dat komt heel goed uit. Soort van. Als het goed is, zou ik eigenlijk gewoon dit moeten doen. Ja. Dus dat hij niet hierop zou mogen rijden. Dus dat hij niet op dit spoor zou mogen rijden. En dat zou het normaal gezien wel geregeld moeten zijn, denk ik. Maar, dit moet weg en dit moet weg. En normaal gezien zal hij er nu moeten geraken, want hij, dus het is ook een hij, denk ik. Dus ik denk dat ze aan die kant wachten, dus ik denk dat normaal gezien alles wel gefixt zou moeten zijn. We gaan kijken. Nee, het is dus de andere kant dat hij op moet. Zo. En nu? Ja, oké. Oké, nu vertrekt hij wel terug. Hij zou hier niet naar links mogen gaan. Oké, dat maakt niet uit. We zullen wel straks wel verder oplossen. Maar ik heb hier al een week niet geüpload, dat is waar. Maar dat komt omdat mijn PC is gefixt met de voeding en zo. Vrijdag gaat er wel een soort van update video voor komen. We zullen het wel zien. Dus we hebben ook trouwens heel veel mensen die op de bus wachten. En ik weet niet hoeveel bussen dat ik heb. Dat is een ving. Maakt niet zoveel winst. Maar hier ga ik, denk ik, serieus toch wel een busje bijgooien. Dus dit is lang, hè? Ja, oké. Okay. Ja, lang chakker, maar ik noem het gewoon lang. niet zoveel mensen voor de bus, precies. Oké. Okay. Ja, dat kan. Dat kan. Wat ik deze video wou doen... Deze video wou ik een transportding gaan maken. Ja. En ik had al gelijk iets op het oog. En dat is deze man. En deze man, die maakt van hout goederen. En die goederen, die moeten in de stad komen. En deze gast, die maakt hout. Maar zoals je ziet, is er geen weg van deze gast naar die gast. Dus die weg moeten we dan even gaan maken. Ik ga dan wel weer wat geld moeten bijlenen. Oké, dat zal wel genoeg zijn. Ik weet dat ik echt veel te veel geld leen, maar het is nodig. Oké. Het ziet er wel niet zo mooi uit, maar... Deze game is vrij buggy en ik ben erachter gekomen dat we misschien niet te veel naar dat moeten kijken, dat het er mooi uitziet. Dat is niet mijn natuurlijk habitat dat ik dat doe. Ik ga ook kijken hoe het met mijn busroute doet in Vinchiker. Of Vinchiker, weet ik veel hoe je dat uitspreekt. Nu moeten wij dus truckroutes gaan maken. En dat is ook een beetje de bedoeling dat ik dat een beetje uitleg. Hè. En dan moet je dus naar hier gaan. Dit type. Zo. En dan gaan we hier een busdepot bouwen. Voilà. Een truckdepot. En niet echt een depot, een truckstation. Ja, dat is het. En deze stad gaat wel heel goed. Ik ga echt gewoon nog een bus erbij doen, want... doe er nog maar één bij. Eerste. Jij mocht hier ook rondrijden. Ik ga kijken dat de busroute in Ving nog een busje nodig heeft. Waar is onze bus? Aha, hier. Ja, ik doe er wel nog voor de zekerheid gewoon nog een bus bij. Zo.
En je mag hier rondrijden. Ah nee, niet de tramroute, godverdomme. Ving. Oké. Dus hier heb je onze busdepot. En hier wil ik ook een busdepot gaan bouwen. Want als je naar het landgebruik ziet, dan zie je dat de blauwe gebouwen industrieel zijn. Wat is landwaarde? Oké, dan. Dan zie je dat hier zo alles gelegen is. Dus dan is het misschien een goed idee als we de goederen centraal laten leveren in Langhattan. Dus dan stel ik voor om deze winkel hier weg te doen. Want die staat er toch maar in the middle of nowhere. Dus, nowhere. Oh my god. Hoe belachelijk veel kost dat. Dan is het eigenlijk al goedkoper, denk ik, om een straatje te bouwen ertussen. Oh wow. Dat is echt belachelijk hoe duur dat is om iets af te breken. Voilà, dan heb ik maar gelijk geleend tot de 8 miljoen. Oeps. Voilà. En dan doen we hier onze busdepot. Oké, nice. En wat? Ja, noem maar terug op play. En hier staan veel mensen te wachten. Dat is goed. Komen er ook veel mensen terug? Hola. Komen veel mensen terug. Dat is waar. Gebruikt u nu de twee sporen of niet? Wacht, ik even kijken in een andere stad. Ah, hier. Ja, nu zie ik ze wel wachten. Het buitenste spoor. Dus het linkse. Ga eens wat sneller. Sneller. Nee, hij gebruikt gewoon twee keer het... Ja, dat is... Ja, ik weet al wat hij doet. Dus dan gaat hij hier zo van spoor. Maar dan gaat hij hier zo terug. En dat is niet de bedoeling. Wat ik wel kan... Wat ik wel kan doen is... Dat hij gewoon hier... Dat hij gewoon dat spoor neemt. Nee? Ik denk dat hij wel moeilijk is. Maar als hij moet hij er dan wel geraken. Ah nee, wacht, juist, nee. Dan raakt hij hem dat binnenste spoor. What the fuck doe ik? Oh, maar juist, die moet daar nog geraken, dat is waar. Ja, ik weet al wat ik ga doen. Ja, maar waar was ik gebleven? Dus we hebben nu onze truckstations gebouwd. Dus nu moeten we trucks gaan bouwen. Ah ja, wegvoertuigen kopen. Misschien moeten we eerst de routes maken, dat is wel handiger. Dus, nieuwe route. Dat wordt... Truck route 1.1. Ja, ik doe echt wel alles heel georganiseerd. Want anders gaat hij echt alles door elkaar halen. En dat is van het hout. Dus van hier. Naar daar moet hij hout brengen. Dat is onze truckroute 1.1. Wauw. Het werd wel moeilijk. Ik had wel meer centraal van het beeld zetten. Maar... Praat wordt wel moeilijk. Truckroute 1.2. Die geven wij een bruin kleurtje. Dat is van... oh my god. Van hier. Naar hier. Oké, dan is de bedoeling dat we trucks kopen. Maar voordat je trucks koopt, moet je zien dat hij de juiste capaciteit heeft gekozen. En we hebben hout nodig. Dus, dan moet je... Ja, dan moet je die nu gewoon kopen. Dus dan ga ik er 4 kopen. Dus 1, 2, 3, 4. Route toewijzen... Truckroute 1.1. Dat moet trouwens dezelfde kleur hebben. Oké. Oké, dan gaan we nu nog 4 paar... Ik zit de hele tijd uit te zeggen. My god. Oh my god. Dus we hebben er nog 4 van nodig. Dus 1, 2, 3, 4. En die mogen... Zo gaan. Zoals je ziet zijn er echt ineens heel veel trucks aan het rijden en een bus.
En ik hoop dat ze hier hout op gaan leggen. Ik hoop echt waar dat dat gebruikt gaat worden. We moeten ook wel eens zien naar de goederen. Ah, hey. Er staan nog goederen te wachten, dat is wel nice. En hier staat ook al hout te wachten, dus tegen dat ze er zijn, zonder trucks wel hun job hebben, als het goed is. Ik weet niet waar ze nu rijden, trucks. Maar, had er dat gehoord? Trucks, de trucks. Oh my god. Die bus gaat ook echt wel heel goed. Iets te goed. Kijk hoe mooi ding. Hoeveel bussen heb ik? Ik ga denk ik serieus nog 2 bussen bijkopen. Een bus. En die mag. Dit is toch lang, hè? Nee, nee. Ja, oké. Okay. Wat doet deze gast? Rij. Dankjewel. Zoveel trucks. De trucks blijven echt maar komen. En dat ziet er echt zo cool uit. Ah, hier zijn nu wel 2 bussen aan elkaar, maar dat maakt niet zoveel uit. Oké. Okay. Oh, door elkaar. Door elkaar. En hebben ze een choppel of niet? Zijn er al 3? Dat zijn trouwens de goederen die je ziet gaan. Dat zijn niet de trucks. Waar zijn de trucks zelfs? En hier zijn ze ook volop aan het uitbreiden. Dat is goed. Heel goed. Er zijn echt wel heel veel trucks en ik hoop niet dat daardoor een opstropping gaat gebeuren. Want die dingen rijden al sneller als dit hier. Ja. Ik hoop dat ze die gaan voorsteken, maar ja, kijk. Die paardentrammen moeten sneller kunnen gaan, maar helaas gaat dat niet, dus... Dat is wel rot dat die hetzelfde sporen moeten gebruiken. Ik voel me slecht voor deze man. Net trein gemist, oh. En zijn onze trucks er al bijna? Ze zijn nog niet eens de stad uit, hè? Nee. Ze rijden echt allemaal hier nog. Ja, misschien moet je eerst goederen gaan halen, maar ja, maakt niet uit. Ah ja, hier ga ik ook gelijk een bus bij kopen. Oké. Okay. Doe er nog maar een busje bij. Oké, okay. Ja. Ik moet echt altijd nadenken welke stad dat ik zit. Zijn onze trucks al aangekomen? Ik ga even de tijd wel laten versnellen. Nee, nog niet. Er staan echt al 9 goederen te wachten, dat is goed. En 8 hout, oké. Okay. Die moet sowieso goederen gaan ophalen, kan niet aan. Ja. Nice, oké, okay, die scooter gaan ophalen. En niet rechtdoor. Oh, fuck. Ik ga dit proberen. Oh man, dat is echt zo lastig. Hij wil maar niet 2 sporen gebruiken. Hij wil maar 1 spoor. Wees iets hebberig. En pak 2 sporen. Waar zijn mijn trucks? Zijn die al terug in de stad? Oh, wauw. Ja. Oké. Okay. Nou, oei. Die komt met niks terug. Oei, dat is wel minder. Die zullen er werk wel hebben. Vier van de 4. 4 van de 4. Oké, okay, maar als je de druk zeg maar hoog legt en je... Legt er veel camions op die route. Dan gaan die na een tijd meer en meer produceren. Er wachten echt heel veel mensen op. Maar dat is goed. Jij hoort mij niet klagen. Hola, dat is veel winst. Ik denk dat de tijden van lenen wel voorbij zijn eigenlijk. Ah, geen pad gevonden. Oké, wacht, dat is niet goed. Nee. En werkt jij nu? Ja. Godver. Oh, dat is echt lastig dat hij geen 2 sporen wilt gebruiken. Dat is echt heel lastig. En dat is best wel een probleem. Maar dat gaat dan wel voor de volgende video zijn. Die zijn weg met hout.
Oké. Twee van de vier. Vier van de vier? Oké. Die gaan gewoon heel de tijd zo over een tweer. En die trucks gaan ja, zo in lang. Hier zijn ze ook volop aan het bouwen. En het industriegedeelte is aan het groeien in de stad. Gewoon puur door deze. Ja, kijk, ze zijn zelfs hier al aan het uitbreiden. Dus de stad is echt heel goed aan het gaan. Hier ook. Ja, en dan moeten we misschien ook wel in de transport gaan leggen. En de volgende video wil ik cargo-treinen gaan bouwen. Want de truckroutes gaan goed. En wow, wacht. Deze beeld wil ik al even zien. What the fuck? Kijk hoeveel trucks. Je hoort ook het geluid zo helemaal buggen omdat er veel te veel trucks zijn. Kijk naar als het goed doet. Ja, buiten de truckroute. Maar vanaf dat die aangekomen zijn, gaan die wel winst maken. Hopelijk. Kijk, zijn limiet is al hoger gegaan, zoals je ziet. Dat is wel nice. Maar nou ga ik de video afsluiten. Ik denk dat we zijn echt al progressie aan het maken. Oh, wauw. Maar dan ga ik deze video afsluiten. Dus ja, vond je het leuk? Vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En dan volgende keer meer Train Fever. Hopelijk zullen we het probleem oplossen met de trein. Dat weet ik niet. Maar ja, we zullen het wel zien. En ik zeg, ciao.